Deze man die kan snel springen, jongen. Oh, jongens, kijk dit uitzicht. Ha! King, prachtig. Wauw. Goeiedag, beste kijkers van Dutch Game 17. En vet dat je kijkt naar Far Cry 4. En we, vorige keer zijn we bij Kamp Bravo. Hebben we hier dus heel veel animals gekild in jagers. En jagers, die gasten, die kunnen dieren op mij afsturen. Zoals deze guy. Hij ziet eruit als een assassin. En dat was best een aparte missie. Ik ging een paar keer dood. Wist niet zo goed wat ik nou precies tegen moest doen. Ik kon ook zo'n lijken verplaatsen bijvoorbeeld. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Weet u wel hoe het nou allemaal precies werkt? Dan moet je dat even commenten in de comment sectie. Kopen en aanpassen. We gaan even een ander handgeweer kopen. Want dit was echt poep. Fuck it. We gaan gewoon een, even kijken. Wat is een leuke gun? De STG. Oh, dat is wel echt een bruut wapen. Van Far Cry nog. Van Far Cry 4. Of Far Cry 3. Recurve boog. Je hebt de jagersboog en de recurve boog. Je hebt best wel veel wapens hier zitten. Laten we gewoon de AK-47. Alleen handgeweer. Wat is dit nou van bullshit? Oké, okay, nou, dan gaan we in plaats van de shotgun pakken we nu de AK-47. Lopen, kan ik dat allemaal niet? Waarom kan ik dat nog niet aanpassen, jongens? Nou, dit ga ik ook niet aanpassen. Kost alleen maar geld. Laten we even kijken naar de skills. Die ik ook heb, natuurlijk. Oh, hoi. Vaardigheden. Ik heb er 4 op dit moment. Dus we gaan even kijken wat we allemaal kunnen gaan doen. Kan ik deze ook? Ja, dat kan ik allemaal leren. Leer. Ja. We gaan deze doen. We gaan gewoon op een olifant rijden. Nu zijn we een olifantenruiter. Wat hebben we nog meer? Wat is dit? De snelle richten. Even kijken. Begin met je verder. We gaan deze ook doen. Moord van boven. Nou, dan hebben we toch weer 2 nieuwe skills erbij. Kijk, dit is dus wat ik altijd al wou willen doen. Op een olifant rijden. Daarom heb ik deze game gekocht. Nee, grapje. Het is niet zo. Maar het is wel echt heel gangster dat je op een olifant kan rijden. We gaan nog even hier een schatkistje pakken. En dan gaan we door naar de volgende missie. Ik weet niet eens wat de volgende missie is. Waar is dat schatkistje dan? Oh, die zou hier wel onder liggen of zo. Een soort van grot. Far Cry kennende. Ga ik hier dood van? Nee, zeker niet. Kijk, zie je, dat bedoel ik al. Zit hier gewoon een grot. Met heel veel botjes. Hoppakee, tandenstoker. Altijd al willen hebben. Wat geluid op de achtergrond. Het klinkt niet heel erg chill of zo. Ik heb nu 3 getallen ook op mijn map. Dus ik heb eigenlijk geen idee waar ik nu heen moet. Maar we gaan het zien. Oh, hier heb ik ook weer iets van het karma. Nou, we gaan wel even die gasten helpen. Of een wiep. Oké, nou, ze zijn allemaal dood. Chill, want toen heb ik ook meteen luipaard dinges of luipaard huid. Oh, nu kan ik ook lichaam verplaatsen. Oh, ik denk dat ik gewoon die skill heb aangezet dan. Of niet? Nou ja, het zal wel. Hebben jullie nog goede shit? Nou. Nou, een beetje munitie voor mijn AK, dat is wel fijn. Meer ook niet. Nou, goed voor mijn karma. 150 XP, super chill. Nice. En zo speel ik denk ik ook wapenuitbreidingen vrij. Kijk, hier heb je weer een mooi neushoorntje.
En daarachter lopen ook weer gastjes. Dus even kijken, hebben wij grenades? We hebben zeker grenades. Gewoon onder die neus van planten. Wow. Is die dood? Nee. Oh, niet boos worden. Ik had eigenlijk eerst die soldaten even moeten killen. Waren dat ze? Nee, nog eentje. Oh, headshot. Boom! Je schouderblad. Lekker hoor. Oh, lekker. Nou, hebben we weer neushoorn. Neushoornhuid. Altijd chill. Voor toekomstige upgrades. Wat is dit dan weer, joh? Laten we die berg gewoon opgaan. Ik ben nu echt allemaal random shit aan het doen. Ik wil allemaal dingen tegelijk doen ook. Maar we gaan gewoon lekker naar de letter B of zo. Ik heb de S, de H en de B. En deze lintjes ken ik nog wel van Far Cry 3. Hoppa. Hey, ratten. Vet hoor, dat oog voor detail in deze wereld. Van planten kun je spuiten maken die je krachtige boost geven. Speel nieuw, spuitvrij en open nieuwe vaardigheden. Super tof. Hoe loop je ook weer? Oh ja, R2. Kijk, we gaan gewoon deze berg hier klimmen. We hebben gewoon scheid. Kijk hoe hoog je meteen bent. En soepel dat die AJ dat doet, hè? Wat is dit trouwens voor gebied? Ik zie zo'n blauwe zone. Lege bevoorradingsvlucht. Locatie ontdekt. Nou, nice. Maar wat kan ik hier? Helemaal niks. Ik vind het wel vet. Ik vind het er vet uitzien als je een locatie hebt ontdekt. Bijvoorbeeld. Oh, hier kunnen we omhoog. Deze man die kan snel springen, jongen. Oh, jongens, kijk dit uitzicht. Ha! King, prachtig. Wauw. Kijk dan, daar kun je ook nog helemaal heen. En heel vet. Ik wil uiteindelijk heel graag in zo'n sneeuwgebied komen. Maar dat komen we vanzelf al. Stoute foto. 50 jaar oude whisky. Tering dat je dat hier vindt. Oh, hier zijn ook enemies. Gooi gewoon een grenade in de midden. Hoppakee. Oh, lekker dan. Ik moet denk ik mijn sensitivity even wat hoger zetten. Daar ging ik alweer bijna dood. Oh, lekker spuitje. Oh, nice. Hey jongens. Jullie hebben echt een kut leven. Kan ik hier verder nog wat? Nee, maar gelukkig is hier dan wel weer een delta vliegertje. En daar ben ik wel blij mee. Zijn het jagers? Nou, het zal wel. Ze zien er wel baas uit. Mijn rugzakje is ook bijna vol. Oké, even kijken of ik mijn sensitivity wat hoger kan doen. Oké, dit is beter. Dan kan ik wat vlugger om me heen bewegen en dat soort dingen. Oké, maar we vliegen nu gewoon... dit was eigenlijk nog wel een goede keuze, jongens. Gewoon lekker vliegen. Hier heb je dat kamp hier nog. Die kunnen ook nog eens een keer liberaten. Maar laten we nu gewoon naar een markering toe gaan. Ik weet alleen nog niet welke. Laten we even kijken welke op mijn pad komt.
Kijk, je hebt hier de B, Badra. En de rest is hier Sabal. En ik had ook nog een H. Hurk. Oh, Hurk. Nice. Hurk is ook van de partij. Wingsuit. Ik heb natuurlijk een wingsuit gekocht. Maar we gaan wel even naar Badra. Hurk komt later wel. Maar Hurk, die kwam ook. Je verlaat het speelgebied. Wat is dit nou van bullshit? Ik vlieg gewoon. Wat is dit nou, jongens? Ik vlieg gewoon naar mijn markering toe. Nou, oké, dat kan blijkbaar niet. Beetje jammer. Laten we onze wingsuit pakken. Dit is nog zieker zelfs. Ik zie ook hier meteen weer een vraagtekentje. Dus ik ben benieuwd wat dat is. Er zijn zoveel icoontjes op de map, joh. Dat is echt niet normaal. Hoe selecteer ik mijn parachute eigenlijk? Oh, zo. Nice. Nou, zijn we van helemaal daarboven veilig naar de grond beland. Is dit nou een kamp die ik kan liberate of niet? Ja, dat is het wel. Dus dat is beter. Daarna gaan we naar de radio tower. Zo, die man die zag me bijna. Ik moet eigenlijk voor dit soort dingen moet ik eigenlijk met mijn pijl en boog hebben. Dat is een stuk degelijker. Dan kan ik namelijk mensen gewoon stealth afmaken. En dat is toch wel echt super chill. Kijk, nu moet ik eigenlijk gewoon het alarm uitzetten. En hopen dat ze me niet zien. Waar zit het alarm eigenlijk? Daar zit het alarm. Daar verderop. We gaan dit gewoon rustig aanpakken. Ondertussen pakken we even dit schatkistje op. Gratis spulletjes ben ik altijd. Vind ik altijd leuk. Plezant. Het is like this. Hey, I represent. Loopt hier, voor mij loopt hier een guy. Heel dicht in de buurt. Ja. Oeh, haalt mij door bijna. Gaan we hier op het dak? Waar is dat alarm nou? Daar zo. Kijken of er nog meer mensen spot. Weinig mensen hier, merk ik. Oh, hier ook. Ik kan gewoon niet schieten, want dan wordt iedereen. Oh, daar nog één. Even kijken of ik deze man kan afmaken. Ik weet niet waar hij zich nu bevindt. Boom. Moord van boven. Nice. Oh, ze hebben mij gezien. Shit. Dit is zuur. Nou, kom maar op dan. Ik heb grenades of wat dat dan ook is. Op zich. Ik heb bijna een nieuwe skill point. Fuck jullie allemaal. Dat dacht ik. Voor mij is het gelukt.
Yeah. Weegstation Kira T. Oké, okay, nou, nice. Ik vind altijd die slow-mo films vind ik vet. Bam, bitches. Ik heb jullie allemaal geoond. Kijk, en nu heb je meteen weer allemaal missies hier vrij. Nou, kom je homies ook meteen weer. Hé, hey, goed gedaan, man. Wow, what the fuck? Dat hadden ze zelf ook wel makkelijk kunnen doen. Hoor. Wow, dikke battle hier. Oh. Jammer man, volgende keer beter. Ik ben wel echt een ruige gast nu. Am I speaking with Dave Holly? Who is this? No time to explain. Meet me at my studio post haste. Mode van de Kier van Kierat. Ja, oké. Okay. Nou, deze auto zit ook weer vast. Ja, ik zit helemaal om me heen te kijken, jongens, want er is zoveel. Kijk eens die al die icoontjes op mijn map. Ik weet niet eens wat ik nu moet gaan doen, man. Hier nog een schatkistje ergens. Het is wel vet hoor, daar niet van. Maar al die icoontjes die je allemaal nog kan gaan doen. Als je de game hebt uitgespeeld. Ik ga ze niet allemaal doen namelijk. Maar als je dat wel graag wil zien, dan moet je de game gewoon zelf halen. Of naar iemand kijken die dat wel doet. En ik weet niet wie dat doet. Ik wil eigenlijk nu gewoon naar de overkant hier grof. Dit is dit gaat lekker. We gaan gewoon zwemmen naar de overkant. We gaan namelijk naar die radio tower. Ik merk wel dat ik nu zeg maar niet heel erg opschiet met het verhaal, maar dat komt gewoon puur omdat de game mezelf eigenlijk, ja, het verplicht je bijna om gewoon te gaan freeroamen. En op zich is dat wel heel vet. Dat je eigenlijk automatisch van die side mission gaat doen. Je rijdt opeens langs een kant en denk, ja, kan die ook meteen wel liberaten. En dan zie je opeens een klokkentoren op je map en dan denk je, nou, kan ik dat ook wel meteen gaan doen. Dus daar is Far Cry wel echt heel goed in. Wat zijn dat voor beestjes? Witte hond of wilde hond, lol. Voor mij heb ik echt al zat wilde honden, maar ja. En nu ook weer, ben ik onderweg honden tegen die me weer anders weer aan zouden gaan vallen. Ja, ik wist het. Fucking vogel. Kut beest. Dan naar de radio tower en jij schiet daar niet echt mee op. Of in ieder geval, je helpt mij er niet mee. Gaan we weer klimmen, jongens. Weer de bergen in. Maar ik ben benieuwd, gaan we wel goed zo? Oh shit, weer een karma gebeurtenis. Waarom mis ik? Goede fire rate heeft hij aan het kennen. Jongen, je moet wel echt raak schieten, merk ik. Wow, deze man. Hij killt me bijna gewoon, ziek hard. Zit hij op een minigun? Hij zit op een minigun natuurlijk. Niet. Nee, fucking vogel. Oprotte! Ik hoor jou al gewoon aankomen, hè. Die vogels mogen wel echt dood van mij. Die hadden ze ook wel buiten de game kunnen laten. En toen maakte ik opeens een vieze headshot. Lekker man, die game. Of die game, die dat wapen tussen je ribben. Super chill. Oké, even kijken op de map. Hoppakee.
Maar wat ik dus ook benieuwd naar ben, is van als je dan de missies van Sabal kiest, heb je dan echt gewoon twee verschillende verhaallijnen die je volgt? Dat lijkt het wel dan. Kijk, daar zijn we hoor. Heel soepel, Walt, heel soepel. Kijk, deze toren ziet er ook weer totaal anders uit. We moeten zelf eerst, zelfs eerst nog kapot maken voordat we erin kunnen. Lekker, lekker. En dan moeten we hier omhoog. En dan moeten we ons een baan zoeken door de tower. Maar dit kistje ziet er wel mooi uit. Oh, die wil ik wel hebben. En nu? Hier omhoog? Nee, dat kan niet. Hier gewoon langs. Hier gewoon... Nee, ook niet. Zo lullig tegenaan trappen. Ja, er is zoveel aan de hand in deze game. Ik wil gewoon nu even mijn toren doen. Oh, kijk. Nou, als ze vervelend zijn, dan hoor ik het wel. Ik heb hier genoeg munitie en genoeg voorraadjes om het iedereen zijn leven zuur te maken. Hoppakee. Ik heb zo'n gevoel dat we er al bijna zijn. Ik heb ook soms het gevoel dat je meerdere kanten op kan. En sowieso dat er heel wat schatkistjes... Wauw, kun je mij nou zien, vriend? Oh shit. Nou, nu ga je het krijgen ook. Oh shit. Wow. Kijk al die rode stipjes op mijn map. Wat is dit ineens dan? What the hell? Shit, ik ga... En ik maar gewoon lekker rustig, stoere praatjes. Ah joh, ze kunnen me niks maken en zo. Oké, nu... Pak jou, vriend. Overleef, fucking ninja. Hé, godzame. Ik zie niet eens waar ik heen schiet eigenlijk. Gassen zijn nog pittig slim. Oh nee, toch niet. Oké, jongens, het is moeilijker raken dan je denkt. Was dat het? Het leek er heel veel even, maar... Ik weet niet. Het was wel een brute move, gewoon van boven. Die gast had geen idee waar ik was. Tjaka. En ik maar rustig dit torentje klimmen zonder dat ik probeer te vallen. Hoppakee. En dat. Maar zijn het gewoon hertjes. Ja, ik vind deze torens wel leuk. Totaal iets anders dan die in Far Cry 3. Kijk dit ook. Moet je naar dit laddertje klimmen. Meestal heb je die laatste ladder. Die is het meestal zo'n lange. Dan ben je meestal op de top. Ik weet niet hoe dat het in deze game is. Maar je had in Far Cry 3 altijd... Oh, zie ik grote bel hier. Je had in Far Cry 3 altijd die laatste ladder, waarbij het... Dan hoefde je de laatste klim te doen en dan had je het gedaan. Kan ik dit... Ja, je hoort het wel een beetje. Ik was benieuwd of hij dan ging bellen ofzo. Oké, laten we de radio tower fixen.
Radio Tower, klokkentoren. Het is allebei hetzelfde. Het komt op hetzelfde neer. Krijgen we weer dat vette filmpje. Partizanenkliniek, ik vind het ook cool. Grote... Oh, vet. Allemaal interessante locaties weer. Zitten daar gewoon met lijken te showen. Het kan allemaal in deze game. Jongens, ik bedank je voor het kijken. Wow, altijd weer die fucking beesten. Ga weg. Bitch. Ja, sterf lekker. Jongens, ik bedank je voor het kijken. Geef hem een blauw duimpje. En abonneren kan hier beneden. Facebook, Twitter staat in de beschrijving. Vergeet dat ook niet te checken. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe part van Far Cry 4. Later, jongens.